tot daar, 74. Ja, ik heb de hele nacht zitten monteren. Vakantiefilmpjes vanaf 1965. 8 mm filmpjes. Ik ben nu bij 1974. Dat was de vakantie van 74. Dus ik trek wel aardig bij. Maar daarna moet ik dus ook nog alle vakantiefoto's vanaf 1965. Die staan daar in die dozen onder tafel. Daar durf ik me helemaal niet naar te kijken. Kortom, ik ben er nog lang niet. En wat is dat toch? Het is leuk voor later, maar je wordt er nu hartstikke gek van als je hier naar kijkt. Vroeger, een vakantie met je ouders, dat waren 12 foto's. Dat was een album met onderschriften. En een jaar, dat waren 10 gekartelde zwart-wit foto's en meer niet. Er was nog geen smalfilm, er was nog geen bandrecorder klaar. Het was nog overzichtelijk. En nu, het hoopt zich maar op en je raakt maar achter. Ik zou bijvoorbeeld die filmhandel best kwijt willen. Om van het gemonteer af te zijn met die eigen gemaakte montagetafel. En al die filmpjes en die strookjes. Maar dan zou ik een videocamera moeten kopen. Dan kan ik dit opruimen. Projector weg, scherm weg, videocamera. Maar het is onzin om een videocamera te gaan kopen als ik mijn videospullen, videocassettes enzovoort nog niet eens heb geordend, nog niet eens heb gerubriceerd. Dan komt dat er ook weer bij. Dan heb ik het nog niet eens over de geluidscassettes die ik allemaal moet noteren en inschrijven en monteren. En over de oude geluidsbanden praat ik me helemaal niet. Hier heb ik nog een la vol met oude kostbare geluidsbanden. Moet je eens kijken. En die heb ik allemaal opgenomen. Moet ik nog allemaal uitzoeken. Die heb ik allemaal opgenomen op mijn eerste bandrecorder. Die staat hier nog in de kast, want je gooit niks weg. Dat is deze. Eens per jaar kijk ik of ze groene ogen nog doet. En als dat me aankijkt, dan doe ik hem weer dicht. En dat blijft daar verder maar staan. Hier, de eerste instant klaar fotocamera. Later kwam een beter model. Dus dat heb je natuurlijk gekocht, het betere model. Maar dat oude model, dat staat er maar. Dat gooi je niet weg. Net zo onzinnig als wanneer je een poesje in een vuilniszak zou stoppen. Apparaten blijven altijd duur geweest. Zonde. Bewaren als je ze niet kunt inruimen. Dus dat staat dan maar in die kast. Hier, de eerste dubbel 8 camera was dit. Dubbel 8 camera. Maar later kwam super 8, dus die camera blijft liggen. De oude daarbij behorende projector blijft ook liggen. Dit was een dubbel 8 projector. Wat moet ik ermee verder? Is kapot. Dat is die nieuwe super 8 projector met die super 8 camera. Hier een tape deck wat kapot is. Ja meneer, laten maken. U kunt beter meteen een nieuwe kopen meneer, want laten maken is duurder dan een nieuwe kopen meneer. Dus daar staat hij hier. Ook weer in die kast. Een kast vol verwijt is dit. Nou, een zwart-wit televisie. Wat moet je ermee? Pick-upje van de kinderen. Stuk. Videorecorder, dat is natuurlijk een verhaal apart. Hier staat de eerste videorecorder die we hadden. Dat was nog zo'n recorder met banden die je op moest leggen. Kijk, hier. Maar ja, al snel dat systeem niet goed meer. Niet zo'n perfecte weergave. Dus er kwam een nieuwe recorder. Banden gingen weer weg. Er kwam een nieuwe recorder met cassettes. Dat was dus de VCR van Philips. Dat tip je er wel uit. Oké, dat was deze. Dat waren deze hele dikke cassettes van 1 uur. Die moesten in deze recorder. Die gingen er zo in. Maar ja, 1 uur speelband is een beetje weinig tijd. Dus er kwamen nieuwe banden. Langer systeem, betere speelduur, allemaal prima, veel beter. Die gekocht. Deze kan je niet wegdoen, want dan zou ik in theorie al die oude banden, dat is vijf jaar simplistisch verbond staat er op deze cassettes. En de volgende 6 jaar simplistisch verbond staat op deze cassettes. Ik kan deze cassettes niet wegdoen en die recorder niet wegdoen, want dan zou ik theoretisch, hoewel de tijd er absoluut niet voor is, deze cassettes nooit meer kunnen draaien. En zo hoopt dat zich maar op. Over grammofoonplaten heb ik het nog niet eens gehad. Ik zou ook best die hele platenspeelapparatuur willen wegdoen, als ik mijn platen zou kunnen overschrijven op geluidscassettes. Maar ja, je bent gehecht aan je hoezen, dus dat doe je ook weer niet. Sorry hoor. We hebben hier bij elkaar in huis, hebben wij, eens even kijken, de keuken, met de portables meegerekend, hebben wij in huis 9 radio's. We hebben bij elkaar in huis 2 kleurentelevisies, waarvan 1 alleen zwart-wit geeft, maar goed, kleurentelevisie van huis uit. We hebben in huis, deze is van, zo blij, 2 walkmannen. Maar ik schrijf er nu mee uit. Ik doe het niet meer. Ik stap er niet meer in. Waar ze ook allemaal nog mee gaan komen. En ze gaan nog komen met de beeldplaat. Ze gaan nog komen met de digitale platenspeler. Ze gaan nog komen met het videoscherm in de wand. Ze gaan nog komen met het televisiehorloge. Ik doe niet meer mee. Ik stap eruit. Je moet een keer ophouden. Je moet een keer een punt zetten. Want ik word er hartstikke gek van. Ik ben van plan om met deze apparaten oud te worden. En meer niet. En ik zorg dat ik hiermee bij kom. En ik ruil niks meer in. En ik koop niks meer nieuws. Ik trap er niet meer in. Hier word ik oud mee. Dat moet toch kunnen? Het is toch te gek? Vroeger werden mensen oud naast 1 radio, meer niet. Nou, gaan we weer door. Eens even kijken. Dit is... Ja, dit moet dan de vakantie 75 zijn. Toen waren we op Kreta met de familie De Bie. Nou, dat is ook eens maar nooit weer. Nou ja, fijn, je ziet het. Je ziet het wat eraan schort. Niet goed bij zijn. Niet goed bij zijn.